Onlangs vond in Vaals de derde ambachtsmarkt Vaals plaats. Een select gezelschap aan ambachtelijke bedrijven uit Vaals en de grensstreek presenteerde zich aan de regio. Zij lieten de bezoekers kennismaken met hun bedrijf en beroep. En zij toonden ook hoe en waarom ambachtelijk werk in onze moderne haasteconomie, zoals zij het zelf noemden, nog steeds van meerwaarde is. Neven mij staat Paul Meij, een van de initiatiefnemers van de ambachtelijke markt. Paul, verzint hij te gast. Vertel eens wat de insteek van dit alles is. Ja, we hadden het idee gehad dat we een ambachtmarkt doen voor de lui wat hij kan wonen. Die met Vaals niks te doen hebben. Die komen van het buitenland, die komen van Holland. Die blijven hij wonen, die kopen huizen en die willen een ambachtmensch hebben. We stellen ons door van vaklui uit de buurt. We willen het doorstellen, damit deze mensen weten wat voor ambachten hij zijn. Paul, in Vaals zijn voor jouw bedrijven. Ik ken ze allemaal die ambachten geloven. Ja, we hebben een heel jouw kwaliteit van ambachten. Maar de mensen die naar Vaals komen, die weten dat niet. En dat laten hij zien dus? Ja, dat laten we hij zien, ja. Ja. Ze stellen ons door van alle mensen ambachten. Ik denk dat we ook heel veel Erfolg hebben, dat de mensen wat hij een stand hebben, die profiteren van de klanten. De bedoeling is ook dat we reclame door hebben bij de eigen klanten die nog heen komen. En daar hebben ook die anderen van profiteerd, ja. Dat die klanten ons bezocht hebben. En we zijn heel tevreden. Voor allen ons bedankt voor de Stichting van Vaals, die ons wirklich wunderbar unterstützt. Ja, du bedoelst de Unternehmersvereinigung, das stamm ja, ich. Klopt. Was ist dich wohl vor, Paul? Du hast bijvoorbeeld ein Schildersbedrijf, wo du dafür stehst. Ja. Man steht bijvoorbeeld auch in eine Loodgieter und so. Ist es die Bedoelung, dass die auch zusammen werken? Ja, das klopt auch. Wir haben gesagt, Luther, wenn wir viel werk haben und du hast minder werk, dann kannst du uns bellen, dann können wir uns helfen. Aan de andere zijde kunnen we, wenn wir wenig werken, bellen we uns op, dann können wir uns helfen, dat we ons ongeveer helpen. Dat we, wat hij al hij zijn, dat we als alle team zijn, wat ons ongeveer helpt. Dat is een fantastisch initiatief. Ja. Ik denk ook dat dat voor de lui van Vaals best een prijs. Maar ja, er komen zoveel lui natuurlijk kijken die allemaal even van je broer kennen maken. Ja, ik wens je veel succes met deze maat. Dank je wel, dank je wel. Dit unieke initiatief is ontstaan uit saamhorigheid tussen enkele traditionele handwerkers die proefden dat de particulier niet weet wat het aanbod aan specialistische vakmensen is en waar deze zich bevinden. Veel plezier hier op de ambachtsmarkt in Vaals. Ja, ik sta hier bij een van de standhouders van de ambachtelijke markt. Mevrouw, wat... Ja, mevrouw Hollerich, wat had hier voor een stand? We hebben borduurwerk en borduurwerk voor bedrijven, verenigingen, particulieren. Van een cadeautje over polo's voor bedrijven tot vaandels voor verenigingen. Ja, ik zie hier links van mij een vaandel van Jeugdorkest St. Amelian. En kunnen we iets vertellen over dit mooie vaandel? Want dat ziet er werkelijk schitterend uit. We hebben de opdracht gekregen een vaandel voor dat jubileum van de Jeugdorkest St. Emilian te maken. Inclusief ontwerp. En mijn man heeft dit ontworpen. En dan is dat geborduurd worden. En ik denk de Jeugdorkest is blij ermee. Ja. Wat vindt u van deze markt? Ja, we vinden het wel interessant. We hebben heel veel leuke dingen gezien hier. Vooral daarachter bij elektriciteit, kabel, wezels, internet vinden we wel interessant. Dus af en toe heb je slechte verbinding met internet. En zo'n idee is wel een leuk idee. Want dan heb je overal in het huis heb je internet. En dan geen problemen. Dat vind ik wel oké. En ook daar met deuren, kozijnen en zo, nu is wel interessant. Dus eigenlijk voor een nieuwe woning hier, ja, kun je hier echt je ding vinden, ja, en je firma vinden die inderdaad bij jullie zo wat kunnen komen doen. Ja, we hebben afgelopen jaar een huis gekocht, dus we zijn nu een beetje nieuwsgierig om te kijken wat het bij ons zou passen, zeg maar. Ja. Dus, en dat is mooi om mee te maken en te kijken hier wat de mogelijkheden zijn en
wat past bij ons. Ja, we kijken natuurlijk de kwaliteit een beetje. En de prijzen kijken we ook, is interessant. Dus, we hebben ook hier gezien in Lemiers is een bedrijf die vroeger een drukkerij was. Die zelf dingen maken, maar ook kopen en verkopen natuurlijk. Maar het is leuk om te zien dat ze bepaalde dingen zelf maken. Tegenwoordig is dat... Handwerk wat minder, minder in gebruik, zeg maar. De meeste worden kant-en-klaar besteld en... Ja. Dus je hebt een goed gevoel aan deze markt overal? Ja. Ze vertellen dat ze veel dingen zelf maken. Nu komen heel veel dingen uit Azië en zo. Maar ik vind het interessant als er dingen zelf gemaakt worden. Vooral ook van hier, van Limburg, Zuid-Limburg en zo. En dat is leuk. Der Eindruck ist prima. Ich habe ein Haus, altes Haus, zwei Häuser eigentlich. Ja, und die werden renoviert. Und da brauche ich Handwerker. Gute Handwerker. Gute Handwerker. Alte, richtig gute Handwerker. Und da gehe ich hierher und den einen, den Maler, kenne ich schon gut. Habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, und Elektriker auch und so. Was speziell an diesem Markt ist, habe ich begriffen, dass die Handwerker auch unterling zusammenarbeiten, also der Elektriker mit dem Maler und mit dem Schlösser oder. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel einen Dachdecker nötig und bauen ein Gerüst auf für den Maler und der Dachdecker macht gleich seine Arbeit mit. Und da sparen wir das Gerüst. Dankeschön. Bitteschön.